Hallo, de roman Houtekiet van Gerard Walschap uit 1939 gaat over Jan Houtekiet. Een oermens vol brute kracht, die weinig nadenkt en vooral doet. Hij heeft geen geschiedenis, hij is er gewoon en hij leeft in de natuur. Waarbij hij door zijn buurtbewoners wordt omschreven als een duivel, als een stier, als iemand die van God los is. Hij maakt het boerenmeisje Lien zwanger, vermoordt de boswachter, bouwt een hut, neemt een beer in huis en sticht haast onbedoeld het plaatsje Debs dat uitgroeit tot een heuse gemeenschap. Hij sticht Debs juist op het graf van de boswachter om dit meteen goed af te dekken. Een dikke laag leem uit het water erop, de hut erover, zoekt nu de boswachter maar. Lien kan haar ogen niet geloven. Hij tovert. Terwijl er steeds meer nieuwe inwoners komen, groeit er ook een nieuwe generatie op. Alleen al bij Lien verwekt hij 16 kinderen. Maar ook bij de andere vrouwen worden zogeheten houtekieters geboren. Het plaatsje Debs is een extreme vorm van het vrouwonvriendelijke patriarchaat. Waarin de man het voor het zeggen heeft. In dit geval de stichter, Jan Houtekiet. Hij slaat, hij doet, hij bouwt en hij verkracht. Voor de rest ranselt hij haar zo degelijk af dat zij nauwelijks meer verroert als hij haar eindelijk uitgekleed op de plaats werpt die nog warm is van het zwartkopje. En dat is in lucht opgegaan. En Lien scheldt hem uit en hij vindt dat dit erbij hoort. Welgezind zwijgt hij. En hoe harder Lien scheldt, des te blijer is ze weer terug bij hem te zijn. Wat is dat? Liefde? Jan Houtekiet staat symbool voor het dierlijke, het instinct en de driften, de vrijheid. Waar de vrouwen in deze roman de geest, het gevoel en het verlangen naar zinnelijke zaken als liefde en religie symboliseren. En volgens de hoofdpersoon is dit contrast ook terug te vinden in de taal. Vuil bijvoorbeeld. Geen man begrijpt waarom ondergoed op zeker ogenblik vuil is. Men voelt er zich beter in dan ooit. Plots is het vuil en krijgt men een ander dat stijf is en ongemakkelijk. Wassen is een vrouwenwoord, zeker. Eenmaal gewassen voelt men zich anders, maar toch komt het bij geen man op zich last aan te doen met water. Op een festival heb je niks nodig. Een tandenborstel en een schoon onderbroek. Dat is het enige. De onzedelijkheid van de heidense Jan Houtekiet was in 1939 voor de gelovige lezer nogal een schokkend fenomeen. Het boek werd bestempeld als verderfelijk en voor de schrijver Gerard Walschap verscheen het op het breekpunt in zijn proces om zich los te weken van de kerk. Wat ook opvalt is het racisme met de aanwezigheid van een klein zwart vrouwtje dat wordt betiteld met het scheldwoord zwartkopje en door Houtekiet als een soort slaaf in huis wordt genomen tot ergernis van Lien. In de literatuurgeschiedenisboeken wordt de roman Houtekiet vaak als een product van het vitalisme gezien. Een stroming of een levenshouding die het primitieve centraal stelt en die zich kenmerkt tot anti-intellectualisme en beschavingskritiek. Toch is het opvallend dat de hoofdpersoon Houtekiet aan het einde van de roman een ontwikkeling doormaakt waarbij hij een kerk bouwt op verzoek van zijn dorpsgenoten. En als hij na een lange tocht terugkomt, merkt hij bij zichzelf verlangens als honger en liefde. En van die verliefde gevoelens wordt hij zo ongemakkelijk dat hij in een grappige scène de deurklink uit de deur trekt. Deze roman van Walschap is niet een heel makkelijk verhaal om te lezen. En het heeft deels te maken met de vertelstem die vooral beschrijft. Nergens lees je de gevoelens of de psychologische gedachten van Houtekiet, alsof hij deze ook niet heeft, want hij leeft in het moment. Lees het zoals de woorden aan het begin. Dit is de geschiedenis van ons, oftewel een ontstaansgeschiedenis met bijbelse verwijzingen waarin er geen goed of kwaad bestaat. Over een schepper zonder moraal die wordt opgeslokt door iets van beschaving. De kracht van de pen van Gerbrand Bakker ligt hem in de beschrijving van de natuur, van de stilte en van de sensitieve ervaringen van personages. Langs het grassige pad stonden oeroude bomen, begroeid met lichtgrijs ruw mos, de takken broos. Broos en toch taai, nog steeds in blad. De bomen waren opvallend groen voor de tijd van het jaar. Het was er vaak grauw, de zee was niet ver weg. Als ze overdag uit een van de ramen van de bovenverdieping keek, kon ze hem soms zien. De hoofdpersoon in de roman De Omweg is een vrouw die ergens in Wales vertoeft, op een afgelegen plek. Maar voor de rest geeft de schrijver ons maar weinig informatie. En dan ga je als lezer dus op zoek naar aanwijzingen die op iets zouden kunnen duiden. Bijvoorbeeld de ganzen. Van de 10 dikke witte ganzen die op het stuk land langs de oprijlaan liepen, waren er na een kleine maand nog 7 over.
De andere drie vond ze terug als losse veren en één oranje poot. De rode draad van de ganzen in dit boek lijkt een beetje op het liedje van de 10 kleine visjes. En daarom verwacht je ook dat er aan het einde van het boek geen één meer over zal zijn. Ondertussen leer je dat de vrouw terugdenkt aan een student die ze les heeft gegeven of aan een oom die ooit een zelfmoordpoging deed. Je leert dat ze pijnstillers slikt en dat ze boeken heeft meegenomen van en over Emily Dickinson en dat ze deze dichter ook af en toe citeert. Ze streek over haar borsten en keek Emily Dickinson recht in de zwarte ogen. "Jij hebt het makkelijk," zei ze. "Jij bent dood." Eigenlijk gebeurt er vrij weinig. Hoe meer ik nu zou vertellen, hoe meer ik de kern van het boek zou wegnemen. Want Bakker wil dat je geconcentreerd leest en dat je bepaalde dingen gaan opvallen. Dode ganzen, een zelfmoordpoging van een oom, een dode dichter, de geur van een overleden weduwe, pijnstillers en het jaar loopt ten einde. Het zal toch niet? Het tempo ligt laag en grote verrassingen hoef je niet te verwachten. Minder vriendelijk zou je kunnen zeggen dat het verhaal kabbelt en dat de roman een beetje saai is. Ik zal niet heel veel meer verklappen, behalve dat deze vrouw een nukkige boer leert kennen en bezoek krijgt van een jongeman met een hond. En verderop in het boek krijg je hoofdstukken over een man in Nederland die blijkbaar is verlaten door zijn vrouw, een universitair docent Amerikaanse literatuur. Maar meer ga ik niet zeggen, want de omweg moet het niet van het spektakel hebben. Wel kan ik alvast verklappen dat niet alle ganzen doodgaan. Tegen het einde van de roman Het Mooie Seizoen van Kees van Beinum vat Arno, een van de drie hoofdpersonen, een onzekere puber die het verkeerde pad op lijkt te gaan, voor zichzelf even samen hoe hij in een benarde situatie verzeild is geraakt. Terugkijkend over dat pad van hem ziet hij de weggelopen kat die hij moest zoeken. Zijn sleutels die samen met zijn rugzak waren gejat, zijn spijbelen, het gouden kalf, de selfie met het geld. Zo aaneengeregen lijken het stuk voor stuk elkaar logisch opvolgende gebeurtenissen alsof er een bewust plan, een bedoeling achter zit. Een patroon van gebeurtenissen dat zich aan de gewone waarneming onttrekt en dat hij, omdat hij niet beter wist, altijd toeval had genoemd. De roman volgt naast Arno ook het perspectief van zijn moeder Beatrice, een gezinscoach die in de problemen lijkt te komen als ze een gezinssituatie volledig verkeerd lijkt te hebben ingeschat. Het derde personage is Christian, een oud docent, wiens vader aan het dementeren is en die vooral zachtaardig lijkt te zijn en die ervan geniet als Arno bij hem op bezoek krijgt en die mede daarom het etiket pedo opgeplakt krijgt. Een rode draad door het verhaal is de verdwijning van de kat van Arno en Beatrice, maar er zijn meerdere verdwijningen te ontdekken. Arno's vader is verdwenen. In de media verschijnen berichten over een meisje dat is verdwenen, waarbij Beatrice een niet onbelangrijke rol speelt. En er meerdere malen is er sprake van dat er geld is verdwenen. In het mooie seizoen gaat het om verdwijnen en weer opduiken. Plat gaan en overeind krabbelen. Over wedergeboorte dus. Maar de lezer wordt niet van zijn stoel geblazen. Het klopt allemaal te goed. Hoewel de climax in het verhaal vooral aan het einde van het boek rond Arno en Christian draait, zijn de problemen die Beatrice op haar werk ervaart misschien nog wel indrukwekkender. Door haar toedoen moet haar baas zich op nationale televisie verantwoorden tegenover een gehaaide advocaat. En Van Beinum typeert hier de schuldmaatschappij. Er moeten schuldigen aangewezen worden. En het is haast jammer dat die spanning niet helemaal wordt ingelost. En waar de hoofdstukken van Beatrice en Christian geloofwaardig zijn, gaat het bij die van Arno mis. Van Beinum heeft het aangedurfd om de straattaal onderdeel te laten uitmaken van de taal van dit personage en zijn vrienden. Maar helemaal geslaagd kan ik dit niet noemen. Plotseling en watervlug draait Milo zich om met de fles cola als een gun in beide handen. Oké, handen op je hoofd, Semmel. Hij richt de rode dop van de fles op Pablo en beveelt Arno. Klop hem leeg, broertje. Deze gast barst van de wiri. Is die wiri tapper? 17 euro voor deze pissie. Zeg Ola, dit is de eerste zoete wel gunnen. Ja. Het gekke is dat Van Beinum deze puber aan de ene kant neerzet als een supernerd, onzeker en verliefd. Maar aan de andere kant gaat hij om met mokro's, waardoor hij, zij het onbedoeld, een criminele actie start. En die contrasterende eigenschappen in combinatie met dat onbeholpen straattaaltje maken van Arno niet de probleempuber die hij wellicht had moeten zijn.